De Albert Heijn op de Arnhemse Geitenkamp is een begrip in de wijk. Iedereen kent hier iedereen. De bezoekers kennen Kees van der Laar, de manager, als een enthousiaste en vrolijke filiaalbaas die met zijn winkel de sfeer en gemoedelijkheid uitstraalt van een dorpswinkel. Toch komt er aan dit tijdperk een einde. De Albert Heijn Geitenkamp moet noodgedwongen haar deuren sluiten op 12 juli aanstaande. Het hoofdkantoor in Zaandam vindt de winkel niet meer rendabel en er zijn forse investeringen nodig in het koelsysteem die niet worden terugverdiend. De appie op de bult gaat dus dicht, maar het personeel blijft behouden. Het personeel blijft gelukkig behouden. Afgelopen woensdag hebben wij in een extra bijeenkomst in het Van der Valk Hotel te horen gekregen wat Albert Heijn van plan was. Nou, dat was natuurlijk een hele schok. Daar is gelijk verteld dat al het personeel gewoon in dienst blijft bij Albert Heijn. Dezelfde avond mochten mensen al een formulier invullen met eventueel hun voorkeurfilialen in de buurt. Daarop zijn op vrijdag en zaterdag met alle personeelsleden persoonlijke gesprekken gevoerd om te kijken wat ze hebben ingevuld en wat überhaupt hun toekomstvisie was bij Albert Heijn. En afgelopen maandag zijn al die briefjes verzameld en is daar een mooi plan van gemaakt. En gisteren hebben alle personeelsleden te horen gekregen wat hun nieuwe winkel wordt, waar ze vanaf 14 juli gaan starten. Ook de altijd vrolijke supermarktmanager blijft werkzaam binnen de organisatie. Al weet hij als allerlaatste personeelslid nog niet precies wat hij gaat doen. Ik weet het nog niet. Iedereen weet het behalve ik. Ik ben een beetje de kapitein die als laatste in het schip gaat verlaten straks. Maar dat komt ook allemaal weer goed. Ook ik heb gewoon werk. Er wordt ook weer voor mij een mooi plekje gevonden waar ik het weer helemaal naar mijn zin ga hebben. Toch had sluiting voorkomen kunnen worden. Dat stelt de heer Gaus van een Amsterdams advieskantoor. Gaus was winkelpleinmanager op de Geitenkamp in opdracht van de gemeente. Volgens hem hadden de gemeente, de woningcorporaties en het supermarktconcern zich meer eendrachtig moeten inspannen. Zonder de supermarkt trekt het plein volgens hem de helft minder mensen. Paniek bij winkeliers op de bult. We maken even een rondje. Dit plein is toch bijzonder belangrijk, ook voor jullie, dat die Albert Heijn blijft staan? Ja, in principe wel, want Albert Heijn is toch een soort grote magneet. En als het bij hem druppelt, dan druppelt het bij ons. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is dat hij toch wel blijft staan, ja. Nou, hier gaan ze in ieder geval weg. Wat doet dat dan voor het plein hier? Ik denk dat het wel een stukje rustiger wordt, ja. Ik bedoel, gemak weegt meer als kwaliteit en mensen zijn toch geneigd om toch sneller hun boodschappen onder één dak te halen. En dan is het misschien de moeite om naar het plein toe te komen, om dan toch al die kleine winkeltjes af te lopen. Misschien net een stap te hoog. En dat zal jammer zijn, ja. Ook al wordt het nu wat minder druk op het plein, ik denk dat het echt speciaal zou dan maar blijven. Veel mensen komen toch gericht, of naar mijn winkel, of naar de winkel van mijn collega's. Juist het specialisme, dat is denk ik onze kracht. Is dat ook een beetje de kracht van het hele plein? Want je ziet daar ja, alleen maar specialistische winkels eigenlijk, toch? Ik denk het wel, ja. Maar goed, we hebben natuurlijk wel plannen om zelf iets te gaan doen. Maar ja, er is nog niks concreet. En mensen zijn natuurlijk gewend dat ze al hun dagelijkse boodschappen ook hier op het plein kunnen halen. En misschien moeten wij zelf met iets aan de slag. Oh, plannen? We hebben het er wel met een paar mensen over gehad. Dus. Ja. Ik hoor een gerucht SRV-wagen. Is dat een idee? Tot nu toe is er nog niks concreets. Nee. We staan hier op het plein het Geitenkamp en de Albert Heijn gaat weg. En daar heb je eigenlijk maar één reactie op. Ja, gewoon kut. Ja. Er is geen ander woord voor. Dit is ik denk een spelletje wat gespeeld is tussen Albert Heijn vastgoed, gemeente en Vivare. Daar zijn dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. En de asbest is daar gewoon het sluitend resultaat voor. Ja. Heel, heel simpel. Nou zeggen ze ook, ja goed, die winkel is te klein en moet uitbreiden en dat kan niet. Ja, de winkel is te klein. Laat ik andersom stellen, zou het een Albert Heijn moeten zijn? Als we nou gaan praten dat Albert Heijn er zijn centjes niet in kan verdienen. Nou, hun filosofie, hun manier van denken. Maar dan zeg ik van, geef dan het pand vrij dat daar een mooie buurtspar, een MT, een kleine plus. Er zijn zat hele mooie, fijne supermarkten die echt niks duurder zijn dan meneer Albert Heijn. Die is eigenlijk dan te duur voor onze wijk. Dus hebben wij veel meer aan een iets lager geschaalde supermarkt. Dus geef dat pand vrij. He, het is van Ahold. Maar ze kunnen het met gemak 5 jaar vasthouden. Planken ervoor. En tegen die tijd dat ze het dan open willen doen, zijn wij allemaal verdwenen. Heel simpel. Dus hopen dat de gemeente toch iets aan druk uitoefent om een nieuwe winkel hier te laten openen. Ja, graag. Ik hoop het wel. Ja, want dan wordt het van ons toch wel weer een stukje makkelijker. Ja. Ook de gemeente Arnhem in de persoon van Henk Kok zoekt een oplossing om Albert Heijn Geitenkamp te behouden.
De winkelier zocht al hulp op het Arnhemse stadhuis. Samen met de supermarktgigant bekijkt de gemeente de mogelijkheid om een noodwinkel te openen of een andere tijdelijke locatie. Vooralsnog, op 12 juli, zal dit filiaal haar deuren sluiten.